Yo mensen, welkom bij weer een nieuw deel van de Lord of the Rings Mod Survival op Vondelsnel. En jongens, ik heb echt de vorige episode een hele grote fout gemaakt, want ik moet helemaal niet in de Arwen Hills zijn. Ik moet namelijk naar de Misty Mountains toe en oh my god, ik dacht serieus dat iemand had gezegd in de reacties dat ik naar de Arwen Hills toe moest, maar voor Mithril moet je in de Misty Mountains zijn en oh my god, ik heb mezelf zo vaak gefacepalmd, echt zo van hele episode verpest aan zoiets eigenlijk. Maar ja, het maakt op zich niet zoveel uit, dus wij gaan vandaag gewoon lekker naar de Misty Mountains toe. Ik neem in ieder geval nog even wat iron mee. Ik pik nog even wat mee als dat mag. Mag vast wel, hè. Ik gebruik nu 2 pickaxes eigenlijk. Nou ja, dat maakt het ook uit. Wat is dat? Dat hoef ik niet. Salt pepper. Ik weet al steeds wat je ermee kan. Maar we gaan dus vandaag naar de Misty Mountains. En wat wel kut is aan de Misty Mountains volgens mij, is dat het s'nachts is het daar echt bezaaid met orks en trollen. Dus ik weet niet of het nu nacht is. Ik weet niet of ik dat kan zien. Ik denk dat het dag is. Maar ja, dan moeten we natuurlijk even naar boven zien te komen. Waarom zit iedereen mij zo aan te kijken, joh? Wat doe ik verkeerd? Ik breek jullie half op mine, maar hoef je mij niet zo aan te kijken. Like, come on, geef me even. Oh, wat heb jij? Waarom heb jij een muntje vast? Trade. Oh, was jij niet die dude die ik de vorige episode ook had? Want hier heb ik ook echt een hele goede reactie over gezien. Serieus, hier heb ik echt een goede reactie over gezien. Namelijk, deze dude, zoals je kan zien, wilt brood. En die dude in de reactie zei, ik weet even je naam niet meer, sorry, ik zet de microfoon goed. Maar hij zei, als je nou echt een hele grote wheat farm maakt, dan kun je daar superveel brood van krijgen. En daarmee, of dat kan je dan verkopen aan deze dude. En ik had zoiets van, op zo'n manier kun je best wel veel. Oh, moet je er langs? Je mag er even langs hoor. Doe maar, ga maar. Go. Oké, dan niet. Nou, als je dan heel veel brood verkoopt, krijg je ook heel veel zilver coins waarschijnlijk. Dus dat is misschien wel een manier om heel veel zilver coins te krijgen. Dus dit hou ik even in mijn gedachten. Ik zet hier dan even een waypoint neer bij deze ding. Hier noem ik wel broodgozer, noem ik dit wel. Daar weet ik in ieder geval dat deze dude die hier, dat hij brood wil, ik kan brood aan hem kan verkopen. Dus dat gaan we ook in deze episode. Gaan we gewoon even een fucking huge wheat farm fixen ergens. Bij de Blue Mountains misschien ergens. En dan gaan we dat gewoon, dat is wel een goede manier om als zilver coins te komen. Dus thanks, ik weet niet meer wie dat zei, maar je weet vast wel wie ik bedoel. Als ik het over jou heb. Dus jongens, het is tijd nu om naar de Misty Mountains te gaan. En nou ja, ik wil eerst even naar buiten. Want als het nacht is en ik ga dan naar de Misty Mountains toe teleporteren, dan krijgen we waarschijnlijk weer net zoiets als gisteren. Dat ineens alles 10 keer zo snel gaat en ik helemaal in elkaar word geslagen. Ik weet serieus nog steeds niet wat er gebeurt. Ik denk dat dit een soort lag was, maar waarom en hoe en wat en I really don't know. Ik weet het serieus niet. Ik ga nog even wat kool meenemen, want het is altijd nice om even lekker veel kool te hebben. Dan heb je nooit tekort. En nou ja, nog even deze twee en dan vind ik het wel weer mooi geweest. Dan moeten we even de uitgang zien te vinden. Maar ja, waar is die uitgang? Waar zou die uitgang zijn? Ik weet het niet. Ik weet het serieus niet. Ik heb het geen idee waar ik vandaan ben gekomen. Ik denk dat ik maar gewoon hier naar links. Misschien hier. Oh wacht, ik kwam van hier. Ja, ik kwam van hier. Ik weet het niet. Toen zag ik ineens die crafting table staan. En van deze kant dan waarschijnlijk, ja, van deze kant, hier staat gold dust inderdaad, kwam ik van deze kant, of gold dust, ik bedoel, hoe noem je dat nou? Glowstone dust, dat bedoel ik. En ik denk dat ik inderdaad hier naar beneden ben gegaan, jongens het gaat goed, ik heb navigatie in mijn hoofd, ik heb het in mijn hoofd. Dan deze kant op, ja, want hier ben ik ook geweest, kijk dat kun je zien, hier ben ik ook geweest. Oh, gaan we echt serieus de uitgang vinden? Nee, ik loop niet dood, oh my god, waarom? Waarom moet die nou net doodlopen? Mijn moment is verpest. Mijn moment. Nee. Ze verpesten mijn moment. Oh, wacht. Hier kan ik ook nog heen. Ik zie iron. Dus dat wil ik wel hebben. Give me that iron, please. En gravel verpest alles weer. Maar we hebben iron. Nou, hier moet ik in ieder geval sowieso niet zijn. Want dit is een cave. En daar moeten we sowieso niet zijn natuurlijk. Oh, wacht. Hier kan ik ook nog naar boven. Oh, kijk jongens. I got it. Ik heb het nog steeds in mijn hoofd. Gevonden. Hoppakee. Zo doen we dat gewoon. Zo fixen we dat gewoon. Kan ik zien of het daar... Nee, ik kan nog niet zien of het... Ik lijkt erop dat het... de dag is, want het is daar licht en dan zou het daar natuurlijk donker zijn. Huh, wat was dat? Oh, dat waren gewoon dingetjes die naar beneden vielen. Gewoon particles. Ik ga even snel wat eten ondertussen. En jongens, dan is het tijd om dit keer wel naar een goede plek te gaan voor een Mithril, namelijk de Misty Mountains gewoon. En het is donker. Ah, oh, dat vind ik echt heel jammer. Shit, wat moet ik nou doen? Oké, okay, nou dan gaan we eerst in ieder geval even naar waypoints, verborgen deur en dan teleport. Dan gaan we in ieder geval even hierheen en dan ga ik hier even slapen. Waarom ligt dit ding niet op? Ik wou het zeggen, hij doet het nog wel. Dan ga ik hier even snel slapen als jullie niet in bed zitten in ieder geval, jij ook niet. Nee, mooi, dan ga ik hier even snel slapen en dan wordt het tenminste dag en dan kan ik naar de Misty Mountains gaan. Dus, oh ga alsjeblieft niet bij me in bed liggen, alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet, ik weet dat je een vrouw bent, maar ik moet je niet. Please niet, don't do this to me. Oké, okay. Jongens. L is het, hè. Het is tijd om te gaan. Dan moet ik even een mooi plekje uitkiezen. In Region hebben we hier... Hier zit Misty Mountains Foothills aan vast. Coldfells, Ettenmoors.
Mount Caradhros is wel een mooie plek, hè? Want dat komt natuurlijk ook uit de film. Daar worden ze bedolven onder de sneeuw door Saruman. Die zit dan allemaal spreuken te zeggen of zo. En ineens worden ze dan helemaal bedolven. Want dan kijk, Isengard zie je natuurlijk ook dichtbij. Dat zit hier zo. Isengard. Right there. En ja, dat is op zich wel... Zo, heeft hij wel een dikke afstand moeten doen eigenlijk met die spreuk. Wel vet. Ik heb nu weer zin om de film te kijken. Wie wil er vanavond met mij film kijken? Jongens, laat even achter in de reacties. Dan ga ik met jullie film kijken vanavond. Oh nee, vanavond is mijn vader jarig. Nou, boei, ik ga gewoon film kijken. YOLO. Nou, eigenlijk is mijn vader vandaag de hele dag jarig. Gefeliciteerd, Damien. Dankjewel. En ik wil de film kijken. Ik wil hem weer kijken. 1, 2 en 3. We gaan een marathon houden, jongens. Wie doet het met me mee? Ik heb echt serieus zin om dat gewoon te doen. Ah, ik had gehoopt dat deze wereld snel zou laden. Maar ja, het zijn bergen. Dus wat verwacht ik eigenlijk ook. Ik kan beter gewoon even laten laden. En dan ben ik waarschijnlijk zo weer bij jullie terug. Ja, die twee misschien. Nee, jongens. Ik ben zo weer bij jullie terug. Oké, jongens, we zijn er. Het duurde wel eventjes, maar we zijn er nu. En het is inderdaad mistig. Het is heel erg mistig hier in de Misty Mountains, maar dat is natuurlijk ook geen toeval. Ik zie een waterplasje verderop volgens mij. Ergens, hier. Je moet er nu eigenlijk bovenop staan. Oh, hier is het. Alright, kunnen wij hier... Eigenlijk zoek ik zeg maar een stukje dat al in de berg zit, wat al open is gehaald. Zeg maar een kleine cave, dat ik daar verder in kan minen. Want om zelf helemaal een cave te gaan fixen is... Ja, het kan, maar natuurlijk... Of helemaal mine te gaan fixen kan natuurlijk ook, maar... Oh my god, waarom kan ik hier niet op? Wat de hel, moet ik ze dit ook weghalen? Oh my god, wat de hel. Dat was heel raar. Maar dat kan natuurlijk wel, maar dat kost wel wat meer tijd. Dus ik wil liever alvast iets dat een beetje in de berg zit alvast. Dat zal wel heel handig zijn. Misschien hier beneden ergens iets. Misschien, ik zit een beetje mijn minimap te kijken. Oh, bomen. Oh, dat is handig. Oh, het laat niet. Wacht even, FDA. Oké, okay. Nu gaat het allemaal goed laden. Kijk, there we go. Ik ben ineens teruggeteleporteerd ofzo. Wat de hel? What the fuck? Ik ben teruggeteleporteerd. Wat? Ik word steeds teruggeteleporteerd. Mag ik hier wel naar boven? Wat de hel gebeurde er net? Wat de hel, jongens? Ik werd steeds teruggeteleporteerd terwijl ik gewoon aan het lopen was of zo. I don't know. Nou, in ieder geval, we gaan maar gewoon doorlopen. Woep. Ja, het bos. Please teleporteer me nu niet terug. We hebben hier een bos en dat is op zich wel een mooi begin, want hier kun je natuurlijk ook gewoon tools maken als je een keer hout nodig hebt. Want voor de rest in de Misty Mountains is er helemaal geen, zijn er helemaal geen bomen, zeg maar. Dus dit is handig, dit is nice dat we dit gevonden hebben, dit is zeker nice. Dan kunnen we bijvoorbeeld hier gewoon in de muur bij deze kool of zo iets lager, daar ga ik denk ik wel beginnen. Even een mooi strak stukje opzoeken. Hey, wolfjes, heb ik bones? Nee, helaas, I'm so sorry. Val me niet aan alsjeblieft. Moet ik even een mooi stukje opzoeken, maar wel liever... In het bos of dichtbij het bos. En dat is gewoon nice. Kunnen we hier ook een klein huisje maken misschien. Misschien een klein overnachtingshuisje, weet je wel. Gewoon dat je even veilig bent waar je even je bed in kan zetten. Ook heb ik die niet mee. Heb ik een bed mee eigenlijk? Vraag ik me nu wel af. Heb ik een bed mee? Dat was echt... Nee. Waar is al mijn rotzooi? Wat? Wat gooi ik nou net weg? Uh-oh. Jongens, mijn mic heeft vast. Jongens. Mijn mic heeft reageert serieus niet meer. En hij is gecrashed. Oké, jongens, ik ben er weer. Ik weet niet wat er net gebeurde. Ik moet ook weer niet meteen niezen als ik ga praten, maar... ik heb geen idee wat er net gebeurde. Ik gooide iets weg of zo met mijn rotzooi zakje. En ineens dacht Minecraft van... Dude, hier klopt iets niet. Ik ga eruit. En hij lag nu ook best wel heel erg hard. Maar dat komt natuurlijk door alle bergen die moeten laden. Maar ik heb serieus geen idee wat er net gebeurde. Ik weet het serieus niet. Dat is een beetje jammer. Nou, laten we nu maar gewoon even snel een plekje opzoeken waar ik mijn mine kan beginnen. Even kijken, hoe ver gaat dit bos nog door? Echt heel erg ver volgens mij. Oh, het gaat sneeuw, wat leuk. Dit vind ik niet erg. Sneeuw, ik bedoel, regen zet ik altijd uit, maar sneeuw, dat mag van mij wel, weet je. Dat mag wel, dat vind ik niet zo erg. Dat ziet er wel uit als een berg die heel veel mitsvel in zich heeft. Vind je niet? Ik vind dat er zo uitzien. Ik vind dat er serieus zo uitzien. Let's go. Let's do this. Ik denk dat ik hier maar ergens, geen ork zie. Oh, ik dacht dat ik een ork zag. Ik denk dat ik hier maar ergens mijn beginnetje ga maken. Hier ergens, hier bovenop misschien, of hier beneden. Misschien hier. Gewoon hier zo. Oh, niet zo lag in Minecraft. Stop it. Stop it. Stop het, wereld. Misschien gewoon hier. Hier mijn entrance. Dat vind ik wel goed. Dan zitten we ook in het bos. En dan... Ja, ik vind het wel een goed plekje, denk ik. Ik vind het wel een goed plekje. Want wij zitten nu op 101. We zitten zelfs nu nog op 101. Dus dat is al heel hoog. Want in een normale Minecraft wereld zit je op 63 of zo. 64. En nu zit ik op 101, 103, 104. Dus dat is... Het is best wel hoog. Dus dan moeten we heel diep graven. Maar ja, weet je, laten we het gewoon alvast een beetje zo maken. Ik ga gewoon hier zo. Ja, dit ga ik doen. Ik ga hem ongeveer... ik maak eerst wel even een soort entrance.
Die wordt dan natuurlijk 4 breed. Heb ik hout bij mij. Dat is wel een beetje zonde om dat van hout te doen misschien. Of nou ja, zonde. Ik heb genoeg hout hier in mijn omgeving. Dus wat de hel zeg ik. Ik weet het ook niet. Ja, dan gaat hij dus hier zo doorheen. Gaat dit zo naar beneden. En dan gaat hij hier gewoon naar beneden. Oké, dan maken we even een mooie entrance. Want ik moet natuurlijk wel even alles mooi maken, jongens. Want anders dan kan ik er niet tegen eigenlijk. Voor mij moet alles altijd, zeg maar... Het moet er goed uitzien. Niet dat je gewoon random gaat graven in een cave en je hebt geen... Geen organisatie, zeg maar. En we komen meteen gravel tegen. En dat is echt een... Ach, dat is echt heel vervelend dit. Ik haal dit ook maar gewoon meteen weg. Serieus, echt de enige plek die ik uitkies hier... In de hele fucking bergen shit zit met gravel vol. Oh my god. Nou, dan gaan we maar gewoon hier zo... Als het goed is, zou dit niet uit moeten maken, denk ik. Moeten we dit nog even opvullen hier zo. Hoppakee. En dan gaan we hier zo naar beneden. En dan gaan we gewoon verder. En ja, dan moet ik hier even wat hout. Ik maak het wel even wat mooier met wat hout. Waarschijnlijk wordt het nog steeds vet lelijk. Maar ik probeer gewoon iets. Dat ging niet zoals ik wilde. Maar we doen het gewoon zo. Hoppakee. Prachtig. Ik vind het helemaal mooi. Ja. Nee, het ziet echt niet uit. Maar boeien. Het is gewoon iets heel snels. Wacht, ik wil eigenlijk wel even wat beters fixen. Ja, jongens. Ik kan beter. Ik weet dat ik beter kan. There we go. Oké. Laten we gewoon een craft table. Gewoon hier. In de muur. Why not? Hoppakee. Dan maak ik even stairs. Laten we het maar even iets mooier maken met wat stairs. Iets mooier. Zo en dan zo. Ja, ga maar weer op je kop natuurlijk. Zo en zo. Zo, dat ziet in ieder geval iets mooier. Iets, jongens. Jongens, ik kan er niet wat mooiers van maken nu heel snel. Dus ik laat het gewoon hierbij. Ik vind het al mooi genoeg. Dus jongens, we gaan hier helemaal naar beneden. En ik hoop dat ik... oh nee, wat was het ook weer? Niet veel kon je alleen vinden onder... 16 volgens mij. Dus het is volgens mij net zoiets als met diamonds. Dus in ieder geval, in dat geval moeten wij nog een heel eind graven. Dus ik ga nu in ieder geval beginnen. Ik ga bijna de episode eindigen, maar laten we in ieder geval even een klein beginnetje maken. Een diamond pickaxe zou wel handiger zijn hiervoor. Maar ja, die heb ik niet. Ik heb nog niet eens diamond gevonden volgens mij in deze hele serie. Tenminste, heb ik diamond gevonden in deze serie? Volgens mij niet. Volgens mij heb ik het alleen maar in chesten gevonden één keer, of niet? Of volgens mij heb ik het gewoon helemaal niet gevonden. Volgens mij heb ik het gewoon helemaal niet gevonden, nee. Volgens mij niet. Nee, maar ja, dat komt nu vast ook wel. Nu ik eindelijk een keer in episode, wat is het, 59, 58, ik weet serieus niet welke episode het is. Gaan we eindelijk een keer minen. Dus jongens, ik weet dat niemand van jullie hierop heeft gewacht eigenlijk. Maar ik moet nu echt gewoon voor die freaking troll chieftain moet ik gewoon echt mithril vinden. Daar kunnen wij armor en sowieso het belangrijkste wapen van maken. Die gewoon super sterk is. En als we die dan ook nog even enchanten met level 30, dan hoppakee, ben ik gewoon niet te verstaan. Dus jongens... Ik ga deze episode hier nu wel eindigen. Ik hoop dat jullie hem nog wel een beetje leuk vonden. In de volgende episode gaan wij dus gewoon op zich wel weer zoeken naar Meatfuel. Maar ik ga niet de hele episode alleen maar minen. Don't worry about that. Dat komt wel goed. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, doe dan sowieso weer een blauw duimpje omhoog. Ik ben blij met elke like die jullie mij geven. En als je het... Wat wou ik nou zeggen? Wacht, ik was afgeleid door dit, wat ik vond. Dit is gewoon copper, toch? Even kijken hoor. Copper, ja, in ieder geval. Jongens, het enige wat ik serieus nog kan zeggen is later.